De ochtend start op veel plaatsen zonnig en koud. Die koude lucht waarin we zitten is onstabiel. En dat betekent dat er in de loop van de ochtend en in later vanmiddag stapelwolken gaan ontstaan. De temperaturen vanochtend op veel plaatsen iets boven het vriespunt. Maar vanmiddag lopen ze niet heel veel verder meer op dan 6 tot 8 graden. Op plaatsen met meer bewolking, daar kan de temperatuur zelfs niet eens aan de 6 graden komen. Sommige stapelwolken groeien vanmiddag uit tot buien. Dat gebeurt met name in de noordoostelijke helft van het land. En bij die buien kan mogelijk zelfs een vlokje natte sneeuw zitten. Daarbij waait er verder wel een stevige wind uit het noordoosten, waardoor het allemaal nog een stukje kouder aanvoelt. Morgen ziet het weerbeeld er alweer iets vriendelijker uit. We houden de afwisseling van zon en stapelwolken, maar op veel plaatsen wordt het alweer een graadje warmer, met 8 tot lokaal zelfs 11 graden alweer. De wind is wat minder aanwezig, waait meestal matig uit het oosten tot noordoosten. De komende dagen zien we de temperatuur alleen maar verder oplopen en vooral maandag en dinsdag ook wat vaker de zon. Maandag in het zuiden alweer lenteachtige waarden met 15 of 16 graden. Later in de week blijft het kwik verder oplopen en vanaf woensdag zien we misschien lokaal zelfs al wat twintigers als het helemaal mee zit. Dat is goed te zien in deze 15-daagse. Hij loopt zelfs boven de schaal uit, zie ik. Misschien dat het paasweekend dus op veel plaatsen warm verloopt als het mee zit, maar in ieder geval een stuk hogere temperaturen dan we dit weekend hebben. Mijn naam is Wilfred Jansen voor Weerplaza.nl.